Goedemiddag, welkom bij de Open Dialoog Meetups. Vandaag gaan we het hebben over phishing. Mijn naam is Servas en ik ben jullie moderator voor vandaag. En onder het mom van thuisonderwijs in coronatijd en geïnspireerd door Weet Wat Je Doet, campagne van de Chief Information Officers Office, die we hier aan tafel hebben, is het innovatieteam van het CTO Office van de gemeente Amsterdam geïnspireerd geraakt om één keer per maand in gesprek te gaan met verschillende sprekers, experts in de stad en in de rest van het land. Om te praten over digitale veiligheid, phishing nu, vorige keer over fake news. Met de vraag, hoe gaan we ermee om en hoe kunnen we ons daar weerbaar voor maken? Dat doen we met heel veel mensen hier in huis, maar ook via jullie via de chat. Stel je vragen, dan komen ze bij mij binnen op deze tablet. En dan probeer ik zoveel mogelijk die vragen te stellen aan het publiek of aan de sprekers die we vandaag bij ons hebben. Dit programma is een initiatief van de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Hier in de studio spreek ik met Marco van Beek. Jij bent de Chief Information Officer van de gemeente Amsterdam. Bijna goed. Bijna goed? Bijna goed. Er moet nog een woordje tussen. Chief Information Security Officer. Kijk. Chief Information Security Officer. Ja. Wat een schande dat ik dat verkeerd heb. Vooral met zo'n onderwerp als dit. Maar fijn dat je er bent. En fijn dat je ons kan vertellen waarom informatie zo belangrijk is. En inderdaad, dat ene woordje heeft er vast iets mee te maken. Zeker. Anders had hij er niet tussen gezeten. Ook hier in de studio aanwezig is Abdelmajid Bozia. Jij bent hoofd van het of directeur ICT bij de gemeente Amsterdam. Klopt. Ja, die titel klopt. Ik kan die opbruiken. Ja. Maar je houdt je natuurlijk ook bezig met informatieveiligheid en security. Bedankt dat je er bent vandaag. Oh, en via Zoom spreken we met Marion Leggedoor. Marion, ben je al... Ja, daar ben je. Fantastisch. Jij bent product owner anti-phishing bij de ABN AMRO Bank. We hebben natuurlijk een hoop te vragen over de ABN. Maar eigenlijk gaan we het vooral hebben over... Ja, hoe gaat de bankaire sector in Nederland om met dit soort grote thema's? Ik ben heel blij dat je vanaf grote afstand... verschimmelijk oog zit je nu, toch? Met ons in gesprek kan om hierover door te praten. En we spreken ook met Martijn de Hamer. En hij is functionaris voor gegevensbescherming bij de Hogeschool van Amsterdam. Ook Martijn, hartelijk welkom en bedankt dat je vandaag bij ons bent. Voor dit programma heb ik ook met een paar andere mensen gesproken. Eerder al met de expert cybercrime specialist van de politie-eenheid Amsterdam. Dat gesprek heb ik donderdag opgenomen. Daar gaan we in de loop van dit programma naar kijken. En zometeen schuift mijn collega, programmamaker, ik ben erg blij dat ze erbij is, Charlie Fiedeldijk-Dop aan. En zij is ervaringsdeskundige wat het is om phishing te ondergaan. En ik ga met haar in gesprek wat haar overkomen is en hoe ze daarmee omgegaan is. En vooral ook, is het haar gelukt om op de juiste manier en snel actie te ondernemen om schade te voorkomen? En misschien wat had ze nog meer nodig gehad? Of heeft ze alles gehad wat nodig was om dit te voorkomen? Nou ja, een hoop gesprek. Hoop gesprekken die allemaal leiden tot hopelijk een programma waar we een stek omheen kunnen doen. Waar we gezellig met elkaar over kunnen napraten. En in ieder geval weten iets beter weten waar we voor staan. We beginnen met een gesprek over wat is dat nou phishing? En uiteindelijk hoop ik dat we dan weten hoe we het kunnen herkennen en vooral hoe we ons als samenleving weerbaar kunnen maken. Dank. Marco. Ja. Het is een enorme intro, maar fijn dat je er bent. Zeker. Laten we maar meteen met het begin beginnen. Want waarom is dat security zo belangrijk bij informatie? Waarom is security belangrijk voor informatie? Kijk, ik ben werkzaam als CISO binnen de gemeente Amsterdam. Ja. En een gemeente is een organisatie die is tegenwoordig eigenlijk meer een informatiefabriek dan iets anders, zou je kunnen zeggen. Het is een grote, complexe organisatie. Er werken 19.000 collega's. En op allerlei plekken wordt informatie gemaakt, opgehaald, verstuurd. Dus zowel binnen de organisatie als in de ketens is informatie extreem belangrijk. En als je ook kijkt naar de aard van de informatie, dan zie je dat daar heel veel gevoelige informatie bij is. En dat gaat over informatie van burgers, ondernemers en bezoekers. De BOP, zoals we dat altijd noemen. En daar zitten allerlei persoonsgegevens bij van burgers. En er zijn allerlei gevoelige categorieën van gegevens aan de orde. Denk aan gezondheid van burgers, denk aan schuld, denk aan zorginformatie over burgers. En als overheidsorganisatie heb je natuurlijk de dure plicht om daar netjes en zorgvuldig mee om te gaan.
En dat betekent natuurlijk dat je te zorgen hebt voor de veiligheid van het geheel. En wat is jouw rol daarin? Mijn rol is eigenlijk kaderstelling en toezicht. Zo noemen we dat formeel gezien in een toch wel wat bureaucratische organisatie als de gemeente Amsterdam is. Dus ik denk na over welke kaders hanteren we, welk beleid, welke regels hanteren we daarbij binnen de gemeente. En ik hou toezicht op hoe dat gaat binnen die complexe organisatie. Dat doe ik niet alleen. Daar heb ik ook allerlei collega's voor die alle security rollen vervullen in de stad, in de gemeentelijke organisatie. Mijn rol is, de opdracht heb ik eigenlijk vanuit het gemeentebestuur, vanuit het gemeentelijk managementteam, om toe te zien of het goed gaat en of we daar de goede dingen aan doen als gemeentelijke organisatie. Ja. Ja. Nou, bedankt dat je hier bent. We gaan vandaag hopelijk komen erachter hoe we ons tegen phishing kunnen beschermen. Want eigenlijk is dat dan, als ik het samenvat, als diefstal van informatie. Ja. Ja, het is een moderne vorm van diefstal van informatie, zou je kunnen zeggen. Het is een manier om via mail, via sms, via telefoon. Ja, het is ooit ontstaan via de e-mail. Hè. In het verleden kregen iedereen mailtjes binnen van de Nigeriaanse prins. Ja. Die een erfenis kreeg en die graag bij jou wilde stallen. Of je even een paar ton op je rekening wilde neer gaan zetten. Zo is het een beetje begonnen. Met mailtjes vol met typfouten. Weet je, dacht van, nou, ja, neemt die persoon mij serieus? Daar ga ik natuurlijk niet intrappen. En wat je tegenwoordig ziet is dat het natuurlijk steeds geavanceerder wordt en dat het steeds moeilijker wordt om zo'n phishingbericht als zodanig te herkennen. En dat is denk ik de uitdaging waar we nu met z'n allen voor staan. Zowel in de privé situatie, maar ook in de zakelijke situatie. Ja. Nou, interessant, dankjewel. Nou, dit u over hebben. Via Zoom spreek ik met Martijn de Hamer. Martijn, ook jij bedankt dat je er bent. En jij bent functionaris voor gegevensbescherming bij de HVA. Wat betekent dat? Wat is jouw rol dan? Hoe ziet jouw dag eruit? mijn functie eigenlijk is die van, ik ben intern toezichthouder op naleving van de AVG. Dus AVG en aanverwante wetgeving. Dus alles waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, waar die beschermd moeten worden. Er is een aantal wetten, een aantal verordeningen. En daar moet ik toezicht op houden over hoe de HVA omgaat met persoonsgegevens van studenten, van medewerkers, van onderzoekssubjecten en dergelijke. Dank. En AVG is dan dus inderdaad Algemene Verordening Gegevensbeheer. Ja. Dat is een richtlijn van de Europese Unie. Ook wat GDPR geeft, waar alle Europese landen zich aan moeten houden. Exact. Ja. En wat voor dingen gaat dat dan om? Waar moeten ze dan aan denken? Wat voor soort informatie? Nou, dat kan bijvoorbeeld gaan over de informatie die nodig is om studenten hun studie te kunnen laten volgen. Hè. Dus we hebben NAW-gegevens nodig, we hebben studentengegevens. We verzamelen studieresultaten van studenten, want die heb je nodig om uiteindelijk het diploma te kunnen uitdelen. Dat soort dingen. Voor collega's hebben wij gegevens nodig om, nou ja, bijvoorbeeld hun functie te laten uitoefenen, om uiteindelijk aan het eind van de maand om het loon over te maken. Dat zijn allemaal persoonsgegevens en die moet de organisatie netjes en zorgvuldig behandelen. En mijn functie is dan om, net zoals wat Marco zojuist zei, min of meer van een afstandje te kijken. Hoe gaat de organisatie om? Ik adviseer het bestuur over risico's die we lopen en over de kaders die we moeten stellen om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan. Hartstikke bedankt. Fijn dat je er bent. We gaan zo uitgebreid verder met jou praten. Wel één opmerking richting de regie. Er zit een gek geluid in, horen we, als we met jou praten. En ik weet niet of het bij jou vandaan komt als elders. Maar misschien dat we er even naar kunnen kijken. Dank je wel in ieder geval dat je er bent. Ook via de Zoom hebben we Marion Leggedoor. En jij bent, wat ik net al zei, product owner anti-phishing bij de ABN AMRO Bank. Wat betekent product owner in dit geval? Ik neem aan dat jij toch wel moet zorgen dat mensen geen phishingberichten krijgen. Klopt. Samen met mijn team werken wij eigenlijk aan alle technische veiligheidsstandaarden om ons merk online te beschermen. Dus dan moet je denken aan technische standaarden als DMARC voor je e-mail. Maar ook als we eigenlijk al te laat zijn dat de phishing site al in de lucht is, dat we die zo snel mogelijk neerhalen. Ja, dus als jullie weten, er gaat een mail rond die linkt naar een website van bijvoorbeeld de ABN AMRO Bank. Maar dat zou dan de Rabobank waarschijnlijk ook doen en de ING. Dan zorg je ervoor dat je in contact komt met de server, met de hosters, met de hostingpartijen om het neer te halen. Of hoe werkt dat dan?
Ja, inderdaad, met de registers. En eigenlijk alle banken hebben daarvoor hun leveranciers. Ja. En omdat die natuurlijk gewoon gespecialiseerd zijn in het contact met die registers en alle stappen doorlopen om zo'n site zo snel mogelijk uit de lucht te halen. Je moet je voorstellen dat die sites overal gehost kunnen worden, van Amerika tot Rusland tot China. Ja. En het ene land werkt uiteraard sneller mee aan dat soort verzoeken dan de ander. En ja, die werken dus ook veel samen met eigenlijk de hele bancaire sector in Nederland. Dus ze proberen ook heel veel dingen af te stemmen op elkaar, hoe je daarmee omgaat. Klopt, ja. Via de Betaalvereniging Nederland en via andere initiatieven zijn we daarin continu in dialoog om verbeterpunten aan te pakken. Super. Ja, en een laatste vraag nog. Stel nou, ik krijg zo'n mailtje binnen van mijn bank, waarin zegt het lijkt op een echte mail van de bank naar een echte website van de bank, maar dat is het dus niet. Kan ik dan zeggen, nou, ik negeer het wel en het wordt allemaal opgepakt? Of hebben jullie liever dat we dat melden? Nou, ja en nee. We pakken het altijd op. Maar hoe sneller en meer meldingen we krijgen, hoe sneller wij kunnen acteren. Dus we vragen aan al onze klanten om altijd hun sms'jes naar ons speciale meldnummer door te sturen. Of de e-mails naar ons speciale e-mailadres, wat valse e-mail is. En dat protocol werkt voor alle banken hetzelfde. Oké, super. Het heeft altijd nut om te reageren en het door te sturen. Nou, ik zou het in de toekomst in ieder geval ga dat zeker doen. En hopelijk de rest ook. Dankjewel voor nu. We komen zo nog bij je terug. Optimiziet, ja, welkom. Fijn dat je het bent. Ook jij bent net in het najaar ben je begonnen als directeur ICT bij de gemeente Amsterdam. Yes. Heb jij ook zo'n enorme opgave om al die iedereen te laten doordringen hoe belangrijk het is om rekening te houden met phishing? Ja, zeker weten. Als je kijkt naar wat ICT vandaag de dag betekent, is het niet alleen de techniek. Is het ook, laten we zeggen, in een organisatie als de gemeente Amsterdam, 20.000 gebruikers. Ja. En dan nog losstaand van Bob, wat Marco net noemde, namelijk hoe je burgers, je ondernemers en je bezoekers mee te nemen in je digitale weerbaarheid, in je digitale veiligheid van de gegevens die we verwerken binnen de stad. Ja. En wat is jouw rol dan? Ben jij dan degene die alle computers voor alle ambtenaren koopt? Zo kan je mij inderdaad wel zien. Als je hem heel plat slaat. Ja, ja. Dus je bent een goede klant bij de computerwinkels. Maar, ja. En je koopt de pakketten. Ja. Maar moet je dan, geef je ook informatie? Is het ook, zeg maar, geef je ook leiding aan het telefoonnummer dat ambtenaren kunnen bellen op het moment dat iets verkeerd gaat? Zeker weten. Als we kijken naar, en dan borduur ik een beetje voor op hetgene wat Marco zegt. Marco is de toezichthouder, maar tevens ook degene die het beleid rondom informatieveiligheid opstelt. En dan komt het op een gegeven moment komt het bij de directeur ICT of bij de directie ICT komt het terecht. Wij beheren daarin het hele technische infrastructuur van de gemeente Amsterdam. En zorgen er ook voor dat binnen dat technische infrastructuur, dat we hetgene ingeregeld hebben, waardoor de informatie verwerking en alle data die we daarin opslaan, dat dat ook op de juiste manier en op de juiste veilige wijze gebeurt. Om het dan te vertalen in alledaags Nederlands, jullie zorgen ervoor dat alles klaar staat. Precies. Dat betekent ingerekend. Ja. Toch? Ja, okay, klopt. Super. Dat alles klaar staat om inderdaad dat de gewoon normaal werknemer van de gemeente Amsterdam precies weet wat ze weer moeten doen. Heb je ook dan vaak cursussen of extra informatiemails die je naar iedereen toestuurt om te zeggen dit moet je doen, dat moet je niet doen? Of? Ja, zeker weten. En we werken binnen de stad Amsterdam werken we veel met ketenpartners. Hè. Dus we zorgen er ook voor dat niet alleen onze eigen ketenpartners? Zijn partners met wie wij samenwerken. Dus die zowel die computers leveren als de software leveren. Dan wel een stukje beheer op zich nemen. Okay. En zowel de ketenpartners als wij, die zijn continu bezig om mee te gaan in de nieuwste technologieën. Om voor het onderwerp waar we bijvoorbeeld vandaag aan tafel zitten, om daar weerbaar op te zijn. Ja, mooi. Nou, dankjewel. Geen dank. Een mooi veld aan sprekers uit verschillende kanten. Maar eigenlijk hebben ze één ding gemeen. Allemaal bezig met de informatie. En ze zijn allemaal bezig met het ons weerbaar maken tegen deze deze situaties, deze phishing mails, andere vormen van cybercrime. Nou, daarover heb ik donderdag gesproken met de specialist cybercrime van de politie-eenheid Amsterdam. En dat was een bijzonder gesprek. Het was sowieso een heel erg leuk iemand om mee te praten. Maar tegelijkertijd, hij mocht niet in beeld. Dus we zien hem alleen van de achterkant. Dat is een beetje wonderlijk. Maar dat geeft wel aan hoe ernstig dit is en hoe ver dit gaat.
Laten we gaan kijken naar het filmpje. Het duurt ongeveer een kwartiertje. Daarna zijn we terug. En dan praten we hier verder over hoe we ons weerbaarder kunnen maken. Tot zo. Erwin, fijn dat je hier bent vandaag. We nemen dit gesprek eerder op dan dat de uitzending is waar het uitgezonden wordt. Het is donderdag nu. Jij bent cybercrime specialist bij de politie eenheid Amsterdam. Wat is jouw rol? Wat is cybercrime? Ja, cybercrime in enge zin is eigenlijk alle strafbare feiten die zijn omschreven in het wetboek van strafrecht en dan speciaal op het gebied van computercriminaliteit. En de simpelste uitleg is: het computer is doel en middel tegelijk. Ja, dus dan heb je het over DDoS aanvallen, dan heb je het over hacken, dan heb je het over datalekken, dan heb je het over dat soort zaken. Ja, klopt helemaal. Ja. En dit programma staat in teken van phishing. Is phishing in de strikte zin van het woord cybercrime? Phishing is niet strikt cybercrime. Een groot deel daarvan valt eigenlijk onder oplichting. Dus ja. Echt het geld doorsluizen enzovoorts. Waar dan toevallig een computer voor gebruikt wordt? Waar dan een computer voor gebruikt wordt, maar dat maakt het nog geen cybercrime. Maar op het moment dat een verdachte inlogt op de rekening van een benadeelde, dan hebben we echt sprake van een strafbaar feit, een computervredebreuk. En dan hebben we echt cybercrime. En die oplichting, dus phishing, dat is dus dan een mail waar je dan, of op een andere manier, kan het ook per telefoon? Het kan, ja, eigenlijk alle middelen zijn er op dit moment. De telefoon, WhatsApp, eigenlijk ieder digitaal middel wat er is, wordt wel gebruikt om dit soort strafbare feiten te doen. Met als doel om op een link te klikken, met als doel om dan toegang te krijgen tot jouw gegevens. Ja, exact dat. Ja. En het deel oplichting zit dus dat je opgelicht wordt, dat je denkt dat het een oprecht bericht is van iemand. Ja. En het vervolgdeel is dat je denkt, dat ze echt het werk inloggen, dat is dan dus cybercrime. Exact, dat, ja. En jij bent hier niet in beeld vandaag. Ja. Waarom is dat? Ja, heeft ook te maken met een stuk veiligheid. Recentelijk is het ook in het nieuws gekomen dat de politiecollega's ook de huisadressen, de privégegevens van de politiecollega's, die kwamen in openbaarheid. Die werden gedeeld door criminelen. Ja, en dat kan heel wat betekenen voor de veiligheid en het werk dat je doet. Dus het gaat echt over intimidatie en het in gevaar brengen van de omgeving van de politieagenten, collega's van jou, die met dit dossier bezig zijn. Ja, exact. Ons werk is inderdaad het aanpakken van criminaliteit, maar het raakt dan enorm het privéleven. En dat is een ramp natuurlijk. Want ja. Het beeld wat de meeste mensen, tenminste het beeld wat ik vaak had over, inmiddels niet, want ik heb vaker dit soort programma's gedaan, maar het beeld wat ik had over cybercrime is dat het ergens, ja, of het is een Nigeriaanse prins, of het is een of andere nerd die op zijn zolderkamer, ik ben zelf ook nerd, niks mis met nerds, maar op zijn zolderkamer toevallig iets doet. Maar dit is echt zware criminaliteit. Het is zware criminaliteit. Wij zien steeds meer raakvlakken tussen de ondermijnende criminaliteit, tussen de drugswereld bijvoorbeeld en de cybercrime. En zeker omdat er zoveel geld rondgaat. Ja. En wat kan je als politie doen? Welke opsporingsmiddelen heb je? Welke mogelijkheden heb je om dit aan te pakken? Ja, wij zijn echt afhankelijk van meldingen die er komen, aangifte. Die kan de burger doen, dat kan vanuit bedrijven komen. En vaak gaan wij kijken of we, gelet op de grote hoeveelheid die we krijgen, of we dat kunnen combineren. En dan vanuit die combinatie gaan we kijken of we het fenomeen, zeg maar, kunnen aanpakken, onderzoeken. En dat er een strafrechtelijke vervolging kan komen. Ja. Maar effectief zit je dan een groot deel van de dag achter de computer om dat soort structuren te volgen? Een deel wel van het werk. Ja. En een ander deel is ook gewoon dat wij ook een doorzoeking gaan doen in een woning. Maar echt ook bijvoorbeeld verdachten aan gaan houden, verdachten spreken. Dus wat dat betreft is het niet alleen achter de computer, maar je bent ook gewoon bezig met het hele politievak. Ja. En hoe gaan die criminelen ten werk? Hoe ziet dat er dan uit? Waar moet ik dan aan denken? Ja, het is waar het voorheen nog wat knullig werd gedaan, is het tegenwoordig gewoon een professionele business geworden. Het is bijna bedrijfsmatige aanpak van criminaliteit. Het is echt cybercrime as a service. Exact dat. Ja, exact dat. Je hoort vaak dat Nederland is dan echt de plek waar dat veel gebeurt. Want het stereotype is natuurlijk dat helemaal in buiten Europa is. Nigeria, waar ik al zei, de Nigeriaanse prins, of in India. Maar waarom is dat in Nederland juist zo geconcentreerd? Ja, je hoort vaak, ik hoor het ook vaak in mijn omgeving, vaak komt dat we snelle verbindingen hebben en een goede infrastructuur. Een deel klopt daarvan, maar een groot deel is ook de nonchalance en hoe makkelijk dat je in Nederland gebruik kunt maken van allerlei diensten, zonder dat daar echt in ieder geval een goede controle op is, dat daar geen strafbare feiten mee worden uitgevoerd.
Ik moet deze even uitpakken, want dat betekent dus in eerste plaats... ja, het helpt dat ze snelle verbindingen hebben. Het helpt waarschijnlijk ook dat de tech-savvy zijn. Dat we proberen in Duitsland maar eens met pin te betalen. Het is inmiddels iets makkelijker dan vroeger. Maar proberen in Nederland maar met cash te betalen. Het is even ingewikkeld. Dat helpt dus, zeg je. En het feit dat we die snelle dataverbindingen helpen. Maar het gaat uiteindelijk over de nonchalance. Ik ben benieuwd, wat is dan die nonchalance? Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een webhostingpartij die servers verhuurt. En wat we heel vaak nog steeds zien is dat iedereen kan zo'n server huren. Dus dat ze niet controleren wat je met die servers doet? Ja, op het moment dat er een klacht komt, dan wordt er geacteerd, zeg maar. En verder kunnen ze daar gewoon heel weinig aan doen. Dus dat is een hele lastige, ook voor die partijen natuurlijk. Want die hebben ook niet zomaar het recht natuurlijk om dat te controleren. Maar wat we bijvoorbeeld als voorbeeld noemen we ook altijd... ja, als daar een naam aankomt, bankpas of nieuwe bankpasaanvragen.nl. Mm-hmm. Ja, dan moet je je toch volgens mij als bedrijf, als webhostingbedrijf afvragen... of dat wel correct is. En dus, we zien toch dat het heel makkelijk kan. Ja. Dus zij moeten dan echt kijken, want heel veel... vaak in Nederland worden ook van burgerrechtenbewegingen in het buitenland... maar ook van Nederland zelf wordt het gehost... Ik kan me ook voorstellen dat andere verschillende democratiseringsbewegingen het fijn vinden om veel simkaarten te hebben, omdat ze niet altijd zichtbaar willen zijn. Ja. En dat is legitiem democratisch onze samenleving in stand houden. Ja, ja. En het andere is echt criminaliteit. Maar hoe kan je dat als hostingbedrijf, als misschien als Belding, hoe kan je dat in de gaten houden? Ja, ik denk dat je gewoon toch een aantal punten moet gaan monitoren. Ik vergelijk het ook altijd met het verhuren van een woning. Hè? Ja. In welke mate is iemand die een woning verhuurt verantwoordelijk voor dat daar een hennepkwekerij wordt aangetroffen of een drugslab? Ja. Als daar maandenlang iemand binnen zit en er wordt nooit naar omgekeken, wordt nooit even gekeken van, hey, klopt dit allemaal? Ja, dan heb je al heel snel dat er misbruik van gemaakt wordt. Natuurlijk. Dus je zegt, er is echt een duidelijke verantwoordelijkheid vanuit de verhuurder, vanuit de dienstverleners, het legitieme dienst om ook te kijken dat hun diensten legitiem gebruikt worden. Ja, exact binnen de regels gewoon die we hebben natuurlijk, ja. Maar wel hou die monitoring in de gaten. Ja. En het risico, dit is niet een open vraag, maar wat dat betreft een gesloten vraag, maar het risico is dus inderdaad, als je dat niet goed op orde hebt, dan kan je dus die positieve effecten van die democratisering, burgerrechtenbewegingen, dat zij ook hun werk kunnen doen, ondermijnt je dus echt. Ja, exact. Ja. Duidelijk. Wiens verantwoordelijkheid is het om dit goed op te pakken? Ik denk van ons allemaal. De overheid, ja. De burger zelf, om goed te gaan kijken van waar zijn we mee bezig. Het bedrijfsleven, ik denk dit is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Er moet een omslag komen naar een soort van bewustwording dat dit gewoon onderdeel is van onze maatschappij en een belangrijk onderdeel is van de maatschappij. En als je dat afpelt, wat betekent dat voor mij persoonlijk als burger, of iemand die kijkt vandaag, wat kan die persoon doen om beter weerbaar te zijn? Want we weten al dat we allemaal trappen op zijn minst één keer ergens in zo'n phishingmail of in zo'n telefoontje of in zo'n WhatsApp-bericht. Ja, wat kan je doen om het alsnog weerbaar te zijn? Ja, wat ik zelf vaak als voorbeeld gebruik is ga eens bij jezelf na hoe ga ik met mijn gegevens om. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de e-mail waarin eigenlijk de hele administratie vermeld staat. Op het moment dat er in wordt gebroken op zo'n e-mail, dan krijgen ze volledig overzicht van het hele privéleven van iemand. Alle abonnementen, alles wat maar met de mail gewisseld wordt, dat komt naar voren. Maar wat is dan het ergste wat kan gebeuren? Want ik kan me voorstellen dat je een deel van je foto's die je met je telefoon hebt gemaakt kwijt bent. Dat is vervelend, maar dat beëindigt je leven niet. Of zijn er ook andere dingen? Er zijn nog veel meer zaken. Ga eens na bijvoorbeeld hoeveel mensen een foto van het paspoort maken. Er is zelfs iemand hier in Amsterdam geweest die een boek geschreven heeft over het verliezen van die identiteit. Het misbruik wat ermee gedaan werd. Dat is enorm. Dus ze kunnen eigenlijk met de identiteit die je hebt binnen die digitale omgeving, kunnen ze aan de haal gaan. En kunnen ze eigenlijk die identiteit gebruiken om weer nieuwe strafbare feiten uit te voeren. En gaat het dan om dat je niet online in je clouddiensten of in je mailbox allemaal die informatie hebt staan? Of gaat het er ook over dat je goed beveiligd hebt? Ja, ook goed beveiligd hebt. Dat je gewoon voor jezelf een soort van check gaat uitvoeren om te kijken van, klopt dit allemaal wel? Heb ik het goed beveiligd? Ja. Ben ik niet wachtwoorden in een tekstbestandje? Ja, we zien het nog vaak voorkomen. En dat zijn de zaken waar het misgaat op cybercrimegebied. Dus regelmatig wachtwoorden veranderen, niet wachtwoorden hergebruiken, maar ook zorgen dat je regelmatig je e-mail hebt opgeschoond. Als je iets echt belangrijk hebt, dat je dat uitprint en niet online bewaart. Exact dat. Dat soort zaken. Exact dat.
als het fout gaat, is het niet meer terug te draaien. En dat is het grote probleem. En dat is pas op dat moment beseffen mensen pas dat het mis is. Maar dan is het niet meer terug te draaien, want als de informatie die is weg, die ligt openbaar op internet. En dan kunnen er dus ook in, als je dus identiteitsfraude waar je het over hebt, dan kunnen dus allerlei strafbare feiten gepleegd worden onder jouw naam. Exact dat. En dan kan je dus niet bewijzen dat jij er niet bent geweest. Of exact. Dat er duizenden euro's gejat worden. Ja. Verdwijnen. Ja. En dan zit er nog een ander element aan. En dat is misschien dan meteen een brug naar het bedrijfsleven. Want heel vaak, ik gebruik mijn telefoon vaak als een extra beveiligingsstap. De twee-factor authentificatie. Is dat dan verstandig? Want je simkaart kan ook gejat worden of gewisseld worden. Simswapping heet dat. Nee, dat is zeker belangrijk. Wij zien wel dat twee-factor authenticatie ook wel heel veel tegenhoudt. Dus het advies sowieso is al meteen zorg voor twee-factor authenticatie. Dat is altijd stap 1. Maar ook bij de bedrijven ligt er een stuk verantwoordelijkheid. Hoe wordt die informatie opgeslaan? Moeten we alle betalingsinformatie opslaan van iemand die inlogt in je systeem? Ja. Dus ook daar moet een verandering plaatsvinden in van hoe slaan wij digitale gegevens op? En doen we dat veilig? Dus het gaat er van onze kant op dat wij bewust moeten zijn met wie we in zee gaan, welke bedrijven we in zee gaan, hoe zij met onze data omgaan. Maar het gaat dus ook inderdaad om bedrijfsleven, omdat ze dat op een terughoudende manier doen. Exact. Dus mijn internetrekeningen uit 2016 hoef ik niet in te kunnen zien. En als ik dat wil zien, kan ik gewoon een mailtje sturen. Stuur hem op. Exact. Is dat dat. Exact dat, ja. Maar dit maakt, ook met die twee, met die dubbele authentificatie, maakt het ook de telecomprovider maakt een soort van beveiligingsbedrijf. En het maakt, die lagen worden extra. Je vraagt extra dingen waar vroeger gewoon iemand een telefoonnummer had en dat was het. Ja. Vraag je eigenlijk de beveiliging van een groot deel van je leven aan T-Mobile, aan KPN en Vodafone. Ja, klopt. Maar dat is ook de reden dat we een digitale verschuiving zien natuurlijk. Waar voorheen alles op papier stond natuurlijk. Ja. Dat je veilig thuis kon bewaren. Die verantwoordelijkheid die leggen we nu bij bedrijven neer. We geven eigenlijk onze volledige identiteit aan bedrijven. En dan mag je ervan uitgaan dat die bedrijven de zorg voor dragen dat die identiteit beveiligd wordt. Vind je dat ze dat serieus genoeg nemen? Nee, absoluut niet. Nee. En want je hoort best wel vaak dat ze zeggen, ja, wij zijn geen, dat laatst nog wordt gezegd, wij zijn geen beveiligingsbedrijf door de telecombedrijven. Maar wat moet er dan gebeuren om ze dat, daar die verantwoordelijkheid wel te laten nemen? Ja, ik denk dat daar ook de overheid voor een deel een soort van duidelijk standpunt in moet gaan nemen. Dat het gewoon een soort van verplichting is. Ja. Dat er toch een soort van wetgeving gaat komen op de beveiliging van gegevens, de beveiliging van bestanden. Want op dit moment werkt het gewoon niet. Nee. En het laatste is de overheid zelf. Is de overheid goed genoeg toegerust om dit soort, die schaduwkant van het internet te bestrijden? Om ervoor te zorgen dat we veilig zijn met z'n allen? Heb je genoeg middelen om op te sporen? Hebben we genoeg wetten om bedrijven af te dwingen om dit op goede wijze te doen? Ja. Ik denk de wetten zijn echt wel toereikend om dit aan te kunnen pakken. Ja. Wat ook heel goed is dat de politie steeds meer gaat samenwerken met de bedrijven. Om samen dit probleem aan te pakken. Ik denk dat dat een beetje wel de rode draad moet zijn. Samen het probleem aanpakken. Niet naar één partij kijken. Niet alleen naar de bedrijven. Niet alleen naar de overheid. Maar dit moet gezamenlijk. Hier moeten we gesprekken over voeren. Zoals dit al een goed voorbeeld is natuurlijk. En zo kunnen we deze problematiek aanpakken. En moet de overheid ook, ik weet niet of je daar antwoord op kan geven, maar moet de overheid ook zeggen tegen een bedrijf, je mag niet op de Nederlandse markt of op de Europese markt opereren als je die niet op orde hebt, zoals bij de AVG wel is? Ja, ik denk dat dat de enige manier is nu om dit echt goed aan te kunnen pakken. Ik denk dat we wel daar naartoe moeten gaan inderdaad. Dat er echt gewoon veel strenger moet worden toegezien dat die informatie, privéleven van iedereen, dat dat gewoon goed en veilig wordt opgeborgen. Want we hebben er zelf geen invloed meer op. Nee, dankjewel. Ja, en de risico's, wat je net al zegt, zijn nogal groot, want je bent echt alles kwijt. Exact. Want in het vorige gesprek zei je dat zo'n crimineel die logt in en dat ze dus inderdaad meteen die hele data, die hele geschiedenis gaan verwijderen. Stap 1, ja. Het is wonderlijk, omdat inderdaad wij natuurlijk, in ieder geval in ons leven is het internet nieuw. Ja. En op mijn 15e zat ik met zo'n enorme krakende modem ging ik op internet. Ja. De Mars Rover bekijken. Ja. Ik was 16, 17, weet niet, maar in ieder geval tiener. En, maar dat was allemaal wat spannend en leuk en zo. Maar inmiddels is dat gewoon zo doorgedrongen dat het inderdaad, het is geen optie meer om het eruit te halen. Nee, precies. Je bent ervan afhankelijk. Alles zit gekoppeld aan elkaar natuurlijk. Ja, ja. En dat is de verandering die we
Voorheen konden we dat zelf goed bewaken, onze identiteit. En nu, nu geven we het eigenlijk in handen van andere partijen. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag tot ziens. Ja, dit was een wonderlijk gesprek. Vooral ook omdat je daar tegenover iemand zit en denk van... hoi, jij bent... puntje, puntje. En het antwoord is nee, dat is mijn naam niet. Gewoon, oh, wonderlijk. Maar dat geeft er meteen aan inderdaad dat niet de naïviteit is... die je normaal zou verwachten bij misschien een onderwerp als phishing. Het is een serieuze criminaliteit waar het echt om gigantisch veel geld gaat. En hij vertelde na afloop van dit gesprek dat er dat een zo'n collectief van hackers... dan 360 miljoen euro per jaar omzet heeft... Nou ja, dan moet je wel een stevige onderneming. Dus daar moet je ook stevig in je schoenen staan om daar als overheid en een samenleving voor waakbaar te zijn. Dat terzijde. Hier aan tafel, Marco, je kent dit verhaal ongetwijfeld. Zeker. Ja. Maar voor mij was het echt schrikken. Ik bedoel, ik wist dat het erg was. Is dat het voor jou ook? Of is nee, ik herken heel veel uit het verhaal. Maar het komt wel allemaal bij elkaar, zeg maar. In een korte presentatie van een kort gesprek van een kwartiertje. Ja. Dus dat is inderdaad wel heftig. Wat ik vooral interessant vind, is dat het iedereen raakt. Het raakt de hele maatschappij. Ja. En alle 17 miljoen Nederlanders. En ik maak het zelf ook mee. Ik krijg ook dit soort berichten binnen. En een maand geleden werd ik gebeld door mijn schoonmoeder van 93... Die had een berichtje gekregen van haar bank of ze even langs wilde komen om haar identiteit opnieuw vast te stellen. Want die banken moeten dat, hè, vanwege een andere wet, zeg maar. En ze vroegen af, goh, is dit phishing? En hoe kan ik zien dat dit juist is, 93? Hè? En zo iemand is inderdaad niet in het internettijdperk geboren. En ik vond het wel heel knap om te zien dat mijn schoonmoeder van 93 alert is om die vraag te stellen. Hè? Dus die ziet ook wel wat bereikt om ook burgers in het land, zeg maar, op te voeden. En bijvoorbeeld die campagne veiliginternet.nl, die natuurlijk regelmatig langskomt in de sterspotjes en dergelijke. Dus het is nodig om bewust te zijn. En volgens mij zijn we als partijen heel erg hard bezig om iedereen op te voeden. Alle mensen vanuit verschillende partijen, maar ook mensen, de burger die inderdaad met informatie te maken heeft. En op de budget? Ja, zeker. Herkenbaar. Zowel in de privésfeer als op zakelijk vlak. Hè, voor een vanuit de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. Dat je hiermee geconfronteerd wordt. Mensen die zoekende zijn naar informatie om... met een positief gewin voor die kant, maar met een negatief effect aan jouw kant. En op het moment dat we het los gaan laten op de organisatie gemeente Amsterdam... ja, dan kan het veel verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Ik heb een aardige casus. Niet zozeer in een phishing mail, maar bij het gebruik van WhatsApp als phishing kanaal. Hè. Afgelopen jaar is dat een hot item geweest in de pers. We hebben er ook binnen Amsterdam mee te maken gehad. Een aantal mensen uit de top van de organisatie die zijn, zeg maar, in de val getrapt. En degene die daar met name mee werd geconfronteerd... heeft op een gegeven moment gezegd van... ik vind het best wel heel erg dat mij dat is overkomen. Hè, dat ik zo stom geweest ben om inderdaad op dat linkje te klikken... in zo'n WhatsApp-bericht, want ik wist niet dat het kwaad kon. En wat we gedaan hebben, is dat we dat in onze bewustwordingscampagne hebben gebruikt. We hebben haar een verhaal laten vertellen over hoe kwam dit binnen. Hoe heeft ze gedaan wat ze heeft gedaan... En dat is gewoon gepubliceerd op ons internet en op onze TamTam pagina. En dat je ziet dat daardoor mensen ook worden getriggerd. Om inderdaad ook bewust te zijn en zelf ook na te denken over... goh, wat gebeurt er als ik zo'n linkje binnenkrijg en kan ik daar wel of niet op klikken en dergelijke. En bijvoorbeeld het aanzetten van twee-factor authenticatie. Ja, kwam net ook langs in het interview. Dat kun je ook in zo'n berichtendienst als WhatsApp kun je dat instellen. En dan heb je in ieder geval 3/4 van de mogelijke problemen voorkomen. Er zit nog als toevoeging bij, dus misschien een soort van pro-tip. Alle grote bedrijven hebben, van Microsoft, Google in ieder geval... hebben van die apps die zelf codes genereren. Ja. Waardoor je dus veiliger bent, waardoor je dus met dat sim-swapping niet... in ieder geval minder risico hebt. Klopt. Maar dat terzijde. Ik kijk ook even naar Martijn en naar Marion. Hoe keken jullie naar dit filmpje? Blijf graag met jullie allebei. Ik begin met Marion. Ja, uiteraard helaas heel veel herkenning.
En wat de kern is van phishing en van oplichting in het algemeen, is dat wij mensen zijn. En wij willen graag andere mensen vertrouwen en helpen. En daar gaan eigenlijk die criminelen spelen daarop in. En dat maakt het lastig. Want phishing is in dat opzicht, we hebben er al behoorlijk lang last van. Hè? Als we kijken naar de financiële sector en commerciële bedrijven, dan zijn we al bijna 20 jaar bezig om onze mensen in Nederland en in de hele wereld educatie te bieden op phishing. En je ziet gewoon dat dat onwijs moeilijk blijft. En Martijn, hoe is dat bij jou herkenbaar? Zeker, ja. Ik zit al wat langer in zeg maar de veiligheid en privacy hoek. En daar zie je dus inderdaad gewoon zaken voorbij komen. Wat je ook ziet is dat mensen worden persoonlijk geraakt. En de informatie die van jou op straat komt te liggen, of als iemand jouw rekening weet te plunderen, of als iemand jouw persoonlijke gegevens zo weet te bemachtigen dat ze een andere identiteit kunnen aanmaken voor jou, of een Facebookpagina met jouw gegevens, dan raakt dat die mensen echt op een hele, hele nare manier. Ik herken ook de strijd die we al jaren voeren. En het is de boeven die worden steeds geslepener. En de strijd wordt dus steeds lastiger. En ook die phishingberichten worden steeds mooier en beter Nederlands, et cetera. Ja, het is moeilijk om te herkennen wanneer je er met een echte mail te maken hebt en wanneer niet. En Marion, worden dit soort zaken, want ik krijg een aantal vragen binnen via de chat. Bedankt daarvoor. Die vragen komen mij binnen en ik probeer zoveel mogelijk die dan te stellen in het programma. Marion, een vraag van Linda is, worden dit soort zaken dan wel eens opgelost? Is het zeg maar... Ja. Is er zeg maar winkans? Kunnen we het überhaupt op tegen dit soort partijen? Nou ja, we zitten nog niet op 0% fraude. In Nederland niet, in de wereld niet. Maar ja, af en toe met behulp van de politie worden natuurlijk wel zogenaamde bendes opgerold. Dus dan moet je denken aan inderdaad betaalfraude via linkjes, et cetera. En dat kan heel divers zijn. Dat kunnen hele grote professionele groepen zijn die erachter zitten. En soms ook tieners van een jaar of 16 tot 20. Ja. Hè, waar jij gewoon lekker naar de mars keek. Ja. Gebruiken zij het internet om hun zakgeld te verdienen. Dus dat is een hele diverse groep. Maar het gebeurt wel. En bij de Nederlandse banken, kan je iets zeggen? Welke orde van grootte hebben we het dan over? Wat voor hoeveel schade is dat? Hoe serieus is dit probleem? Ja. Nou, samen met de Betaalvereniging Nederland worden dit soort cijfers elk jaar gepubliceerd. En onlangs hebben we die van 2020 weer gepubliceerd. En dan zie je dat we bijna op 40 miljoen euro schade zitten. Gewoon door spoofing. Dus het nadoen van telefoonnummers en dan mensen opbellen. En phishing. Dus dat, ja... Dat soort cijfers gaat het dan om. En hoe kunnen jullie herkennen als er mails verstuurd worden? Hoe snel komen jullie erachter? Of moet het echt gemeld worden door de mensen zelf dat ze een mail hebben gekregen die ze niet vertrouwen? Beide. Dus we zijn proactief aan het scannen, dingen aan het bijhouden. Dus met name als onze merknamen worden misbruikt, daar kun je natuurlijk goed op scannen. En ook de meldingen die we ontvangen van klanten. Ja. Maar eigenlijk altijd zijn we er behoorlijk snel bij dat we het herkennen. Gelukkig. Ik heb nog een paar andere vragen van Mirjam aan Marco. De aanbeveling om Mailbox niet als archief te gebruiken geldt ook voor ambtenaren binnen de gemeente Amsterdam. Waarom wordt dat niet aangepakt? Of ik weet misschien jullie allebei vragen. Is dat zo? Wordt dat niet aangepakt? Om de mailbox niet als archief te gebruiken? Ja, dat was het advies van de specialist cybercrime van de politie. Die zei, haal nou een keer... We hadden het gesprek over het eerste sms'je bijvoorbeeld. Of het eerste telefoon of een mailcontact met je geliefde, zoiets. Mm. Van, nou ja, maar dat moet je dus, als dat zo belangrijk is, moet je het uitprinten. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen bij heel veel archief van de gemeente dat het dan juist ook goed is om hardcopies te hebben. Of... Ja, kijk, een mailbox is niet bedoeld als archief, dat klopt. Ja. Kijk, als je zaken wil bewaren, dan moet je dat niet in een mailbox doen, maar in bijvoorbeeld een zaaksysteem waar die informatie voor bedoeld is. Uh-huh. Als je het hebt over iets met een vergunning, dan hoort het in een vergunningssysteem terecht en niet in een mailbox van een gebruiker, zeg maar. Ja. Aan de andere kant, dit is zo'n stukje persoonlijke opslag die de gebruiker heeft in het mailsysteem.
En wat belangrijker is vanuit de gemeente, is dat we zo'n mailomgeving goed beveiligen. Dat we zorgen dat niet iemand daar zo in kan komen. Dat we bijvoorbeeld 2-factor authenticatie, komt hij weer, op het mailsysteem hebben staan. En dat hebben we. Dus ook alle ambtenaren moeten daar verplicht gebruik van maken. Dus dat betekent dat als je inderdaad op een linkje klikt en jouw naam en wachtwoord voor het mailsysteem worden zeg maar, naar buiten doorgestuurd, dan kan die persoon daar nog niks mee. Want hij heeft altijd die 2-factor nodig. Een token om inderdaad in het mailsysteem te kunnen komen. Dus daarmee voorkom je dat iemand van buitenaf in het mailsysteem kan komen. Dus dat is eigenlijk de krachtige maatregel die we hebben om de omgeving van Amsterdam en dus ook de mailomgeving zeg maar, te beschermen. Ja. Duidelijk. En Abdelmizid, hoe ga je dan om met nieuwe medewerkers? Hoe werkt dat dan? Hoe kan je die mensen dan up-to-date krijgen dat ze zich aan de juiste regels houden? Nou ja, voordat überhaupt medewerkers een telefoon krijgen, een laptop krijgen, waarmee ze natuurlijk informatie met collega's delen, gaat er natuurlijk een proces aan vooraf. Zoals het tekenen van een gebruikersovereenkomst. En daar ga je niet alleen in om het gebruik van het apparaat, maar ook het gebruik van de gegevens. Dus wat mag je wel op de apparaten doen, wat mag je niet op de apparaten doen? Zo hebben we bijvoorbeeld bij de uitgifte van de telefoons. Kan je niet zomaar een willekeurige mailadres doen koppelen. Hè? We hebben iets wat we het mobile device management noemen. Ja. Waardoor je hele mailaccount eigenlijk onder een beschermde omgeving wordt ondergebracht. Nou, daar moet je voor tekenen. Anders kan je vanuit je mobiel niet met je collega's mailen. Ja. En zo proberen wij dus zowel bestaande medewerkers als nieuwe medewerkers mee te nemen in dat soort protocollen. Ja. En Martijn, hoe gaat dat bij jullie? Is dat ook iets waar je echt inderdaad student... want ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk duizenden studenten over de vloer. Elk jaar weer. En ook best wel veel docenten. Misschien ook wel duizenden. Gaat dat op dezelfde wijze? Ja, wat wij vooral heel veel doen. Want studenten hebben natuurlijk hun eigen systeem. Hè? Die krijgen geen systeem van de HVA. Dus dat zijn puur medewerkers die dan systemen krijgen. Waar we heel zwaar op inzetten. En nou ja, volgens mij is dat een van de... Ik denk dat er ongeveer 3 factoren zijn die kunnen bijdragen. 1 is awareness. Zorgen dat mensen weten wat ze wel en niet moeten doen. Dus dat ze toch proberen om te laten herkennen wat is een phishing mail. Maar vooral ook inprenten als je een mailtje krijgt wat je niet vertrouwt. Of als je een linkje krijgt, vraag naar... dingen. Dus die awareness die moet erin sluipen, ook met de gevolgen. En dan heb je natuurlijk nog de technische maatregelen die we kunnen treffen. Gewoon in de gaten houden, wat gebeurt er? Wat voor mailtjes komen er binnen? Zijn er onze filtersystemen, houden die mailtjes tegen? Bijvoorbeeld. En ook de samenwerking met andere partijen ermee, hè? Bijvoorbeeld met de overheid, et cetera. En met gelijke instellingen. En wat we... als onderdeel van die awareness doen, is mensen aanmoedigen dat als ze het gevoel hebben van hey, er is iets geks gebeurd, of hey, ik vertrouw dit niet, om dan zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan, om zo snel mogelijk hulp te vragen. Ja. Dus die lijnen heel kort houden. Ja. Duidelijk, dank. Ik heb nog een paar andere vragen. We hebben inderdaad misschien nog even reclame maken. In Amsterdam hebben we de campagne Weet Wat Je Deelt. Ja. Je noemde het volgens mij in het begin al eventjes. En dat is eigenlijk de campagne die bedoeld is om medewerkers bewust te maken op het gebied van informatieveiligheid, privacy, informatiegebruik, beheer en dergelijke. In het kader daarvan hebben we 2 e-learnings voor alle medewerkers klaarstaan. Dus die kunnen ze gebruiken om zelf in te loggen en spelende wijs door dit soort vraagstukken heen te lopen. Je loopt dan een soort quizjes langs en je kunt antwoorden geven. En je krijgt meteen een reactie van, heb je inderdaad de juiste, het juiste antwoord op de vraag gekregen? Of had je beter iets anders kunnen doen? Dus het is een hele aardige speelse manier om mensen wat meer bewust te maken. Zoals mensen dat nog niet gedaan hebben, zou ik ze zeker bij deze willen uitnodigen om daarna te kijken. En welk adres kunnen ze zelf vinden? internet.amsterdam/weet-wat-je-deelt is volgens mij het adres. Als het niet het goede adres is, zal ik hem nog even rondsturen naar iedereen. Ja. Maar kun je op het internet... had tenminste, dan kijk dan even naar de organisatie. En hoeverre dat mag volgens de AVG, dat is natuurlijk een belangrijke check. Ja. Zullen wij dan inderdaad even het adres sturen, zodat we dat thuis ook kunnen doen? Prima. Ik heb nog een vraag over wat ervaring van de gemeente Amsterdam met phishing-infrastructuur dat in het buitenland gehost wordt. We hoorden net dat heel veel infrastructuur in Nederland staat, maar dus ook in het buitenland. En eigenlijk denk ik dat het wel een interessante vraag is, ook aan Marion, maar ook aan jullie twee. Is daar veel ervaring mee met aanvallen vanuit het buitenland of is het toch vooral Nederland?
Nou ja, aanvallen vanuit het buitenland, dat kan zeker. Ik kan me geen, op dit moment nog geen praktijkvoorbeelden benoemen. Misschien Marco wel. Nee, niet zozeer gericht op phishing. Kijk, als wij iets meemaken wat zeg maar een criminele kant heeft... Mm-hmm. Hè, dan hebben we natuurlijk meteen direct contact met de politie. Mm-hmm. En dan is het aan de politie om inderdaad onderzoek te doen... en te kijken waar komt het vandaan, wat is de bron... is dat Nederland, is dat buitenland en dergelijke. En de lijntjes wat dat betreft zijn tussen ons en de politie kort. Ja. En we hebben ook een stuurgroep digitale veiligheid binnen de gemeente... waar ook de politie aan tafel zit om na te denken, ook mee te denken over dit soort zaken. En we zien ook wel dat, nou, aanvullend op wat net langskwam... dat ook in rapportages van de politie dit soort criminaliteit natuurlijk steeds belangrijker wordt. Hè? Ja. En dergelijke. Ja. En Marion, hoe is dat bij jullie? Ik kan me voorstellen dat als het in Nederland gaat of in Europa... dan kan je politie bellen daar ter plekke. Dan doen ze wat, of partners. Dan is het met dezelfde soort van rechtssysteem. Gebeurt het ook vaak van buiten de Europese Unie? Ja, het is heel divers. En wat natuurlijk ook kan gebeuren... is dat het Nederlandse daders zijn... die natuurlijk gebruik maken van infrastructuur buiten de Europese Unie. Dus ja alle mogelijkheden zijn er. Zolang het maar inderdaad omzeild wordt. En we hebben nu een beetje proberen af te tasten. Wat is dat phishing dan? Maar kan jij tot een... Als ik jou vraag, Marion, van wat is nou jouw definitie van dat phishing? Hoe zou jij dat definiëren? Wat is het, hoe kunnen we het echt herkennen? Ja, wat ik aanhoud als phishing is inderdaad dat je via een communicatiemiddel... en in het algemeen is dat altijd een e-mail of een sms... wordt verleid om op een link te klikken... omdat je denkt dat je een boodschap krijgt van een legitiem bedrijf... waar jij een relatie mee hebt. Dat kan ABN AMRO zijn, maar dat kan ook PostNL zijn of Belastingdienst. En dat je vervolgens in een omgeving komt... waarvan jij denkt dat het wederom die legitieme omgeving is... en dat jij je gegevens achterlaat. Ja. Eigenlijk laat je dan je gegevens op een nep-website achter. En de criminelen gaan dan vervolgens met die, al die persoonlijke gegevens... of inloggegevens, tokens aan de slag... om tegelijkertijd of heel snel daarna in te loggen op de echte website... om jouw bijvoorbeeld rekening leeg te halen. Maar stel, wij het hebben namelijk bijvoorbeeld over wat hier ook aan tafel kwam... als WhatsApp-fraude... of telefonische oplichting, dan noemen wij dat authorized push payments. Omdat je dan zelf het bedrag overmaakt. En dat is voor ons een belangrijk verschil. Dus denk je dat je in de echte omgeving bent en dat je gewoon veilig bent? Of word je echt door middel van social engineering erin gelokt om zelf geld over te maken? En de eerste, tenminste als ik het goed begrijp... is het risico van de eerste variant... dat mensen dan in mijn rekeningomgeving kunnen komen... en dan van alles kunnen doen met mijn rekeningen, toch? Ja. En in het tweede geval is dan vooral het risico dat ik dan... bijvoorbeeld ik krijg een sms'je en ze doen alsof het... de lokale kabelboer is... waar ik nog geld aan schuldig ben gemaakt... en dan moet ik er snel geld overhouden en dan houdt het daarmee op. Of zitten er ook nog risico's aan? Nee, dan ben je gewoon afhankelijk van hoe vaak jij geld overmaakt... dat specifieke bedrag kwijt. Okay. En dat zie je vaak bij WhatsApp-fraude. Dat wat kleinere bedragen zijn. Hè, een keer €200 hier, €1000 daar... om iemand huur te betalen of een kapotte televisie, dat soort zaken. Oh, dat zijn dus ook het type sms-berichten dat je opeens iemand krijgt... help, ik ben daar en daar gestrand. Stuur me even zoveel geld, want dan kan ik hier weer verder. Ja. Oké, duidelijk. Ik heb nog, ik krijg heel veel vragen binnen, maar het gaat een beetje snel. Ik krijg voor Abdelmajid, wat is het beleid van het aanpakken van het voorkomen van random access trojans bij thuiswerken? Ik heb geen idee wat dat is. Dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag overigens van Victor. Ja, nou ja, kijk. Kan je eerst uitleggen wat ze het zijn? Niet helemaal. Kijk, wat wij wel doen, wat ons beleid is met betrekking tot thuiswerken, is dat je altijd gebruik maakt van een veilige netwerkomgeving. He, dus dat je inlogt vanuit je netwerkverbinding. Waarvan je zeker weet dat die veilig is. Dus thuis moet je al je router op orde hebben, je moet je modem op orde hebben. Ja. Of is het ook een VPN, Virtual Private Network? Nou ja, dat zou helemaal mooi zijn als je gebruik zou maken van een VPN ertussen.
Maar goed, dat kunnen we ook gezien de coronapandemie, dat iedereen, al onze 20.000 medewerkers thuiswerken, kan je dat niet bij iedereen opleggen. Dat zou wel het mooiste zijn. Daarmee zou je een groot deel van een heleboel nadigheid zou je kunnen afvangen. Wat we nog meer doen is eigenlijk de apparatuur waar de mensen mee werken, dat we die zoveel mogelijk voorzien van de juiste antivirussen, anti-malware, et cetera, voorzieningen. Dus dan mensen werken met hun computer van de gemeente. Ik denk dat het bij Martijn, zouden vragen, vergelijkbaar gaat bij mensen bij hem. Maar mensen werken dus met apparatuur van de gemeente en loggen dan in op hun eigen netwerk. Uiteindelijk op het netwerk van de gemeente? Nou, maak gebruik van hun eigen netwerk om in te loggen op een veilige netwerk van de gemeente Amsterdam. Ja, in feite hebben we een soort gesloten omgeving. Precies. Waar je inderdaad met je token en je wachtwoord op inlogt. En daarbinnen maak je gebruik van mail en alle applicaties. Precies. En alle gegevens die je nodig hebt. Dus je hebt je mail niet in een mooie applicatie? En je hebt ook geen gegevens lokaal staan. Hè? Okay. Dus zeker in de huidige tijd waarmee je met al die mensen thuiswerken, willen we niet dat mensen op hun eigen pc al die gegevens gaan opslaan over burgers, et cetera. Want je weet niet hoe dat beveiligd is. Dat kun je ook niet beheren en beheersen als gemeente. We zeggen juist, nee, dat moet in die veilige omgeving staan waar alle informatie staat die je nodig hebt voor je werk. Duidelijk. Dus pas als je binnen bent, dan kun je daarbij. Dat is de gedachte. Ja. En Martijn, als laatste voor deze ronde nog even naar jou. Is dat vergelijkbaar bij jullie, bij de HVA, voor studenten? Want je pakte net studenten apart. Misschien dat die vraag toch eerst even stel. Waarom neem je studenten inderdaad apart? Studenten die krijgen, die hebben hun eigen systemen. Dus een student krijgt geen laptop van de HVA. Of die krijgt geen systeem van de HVA. Die nemen gewoon hun eigen systemen mee. En die maken wel gebruik van... Het systeem van de HVA? Nou ja, wel van het netwerk van de HVA, maar hun eigen laptops bijvoorbeeld. En de mailsystemen van de HVA en dat soort dingen. Dus dat klopt. Dat is gewoon op die manier geregeld. En de HVA die differentieert de medewerkers ook nog in onderzoekers en ander personeel. In die zin dat onderzoekers die hebben vaak wat meer vrijheid nodig. Die hebben vaak wat meer autonomie op hun eigen systeem. Ja. En andere medewerkers die kunnen wat meer gebruik maken van de standaard systemen en een wat meer beveiligd apparaat. Duidelijk. En, ja. En die tweede vraag van hoe... dus op die manier kan je dus ook eigenlijk dus controle houden over de thuiswerkers. En dat ze dus niet kwetsbaar worden voor allemaal van dit soort malware aanvallen. Exact. En op die manier zorg je er ook voor dat je, hè, dat is ook een van de verplichtingen in de AVG, dat je moet kunnen zien en monitoren wie tot welke gegevens toegang heeft. En als er, je moet kunnen herkennen als bijvoorbeeld een boefje toegang heeft tot onze systemen, nou, dan moet daar in de logsystemen iets van terugkomen en dat houden we ook in de gaten. Dus dat is een extra laagje beveiliging. Duidelijk. Inmiddels is aan tafel aangeschoven mijn collega Charlie Fiedeldijk-Dop. Charlie, fijn dat je er bent. We hebben je aangekondigd als Amsterdammer en gedupeerde. Ben ik ook. Want helaas ben je dat ook. Je bent ook een collega van mij, programmamaker. Je maakt heel veel programma's over in het verleden over de digitale wereld. Tegenwoordig vooral over democratie en veiligheid. Dus je zou eigenlijk moeten verwachten, jij weet wat phishing is. En je weet dat je hier niet in moet trappen. Ja, nee, ik ben er toch ingestonken. Wat is er gebeurd en waarom gebeurde dat? Nou goed... ik ben in een toch ook wel redelijk bekende phishing gestonken van Woningnet. Ja. Dus ik had een mail gekregen met daarin de opmerking dat als ik niet voor die of die datum mijn jaarlijkse inschrijfkosten zou betalen, dat ik dan mijn gehele inschrijving en woonduur die ik bij Woningnet heb opgebouwd, dat ik die dan kwijt zou zijn. Met als resultaat dat je heel wat lager op de wachtlijst staat. Met als resultaat dat ik opnieuw moet beginnen. Ja. Die mail kreeg ik in een weekend. Toen ging er bij mij eigenlijk al een soort belletje van... Hè, ik kan me helemaal niet herinneren dat ik... Volgens mij gaat dat automatisch. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik jaarlijks die kosten overmaak. Maar het was weekend, dus ik kon woning net niet bellen. Dus ik liet het even gaan. Ik dacht, ik bel door de week wel. Vergeten. En toen kreeg ik weer een mail, 2 weken daarna... Dat het de deadline-dag was. En als ik het niet op dat moment zou doen, dat ik het dan kwijt zou raken. Nou, dat was toen geloof ik een maandagavond, na kantoortijd. Dus ik zat eigenlijk weer in dezelfde situatie. Dat ik niet kon checken wat er klopte. En toen in een soort moment van ook wel gewoon vermoeidheid, eind van de dag. En een moment van, ik wil niet dat mijn woonduur kwijt is. Heb ik toen op die link geklikt. Toen kwam ik in de betaalomgeving van mijn bank.
Ik ben klant bij Triodos. En toen heb ik daar ingelogd met mijn identifier. En toen duurde dat inloggen heel erg lang. En toen dat gebeurde, toen dacht ik... Oh nee, ik ben dom geweest. Ik heb iets helemaal niet goed gedaan. Ja. Maar goed, wat kan je op zo'n moment doen? Ook mijn bank was op dat moment niet bereikbaar. Ik heb toen het noodnummer gebeld bankpassen was dat dan. Dus het algemene noodnummer van banken. Die man die kon eigenlijk alleen maar tegen mij zeggen... ja, ik ga over de bankpas, dus ik kan eigenlijk niks voor je doen. Ik zou als ik jou was al je geld naar een andere rekening overzetten. Just to be sure. Mm-hmm. Dat kon helemaal niet, want ik heb een limiet. Dus ik kan, geloof ik, 1.000 euro per dag overmaken. Waar ik op had ingelogd was mijn gewone betaalrekening... maar die is ook direct verbonden aan mijn spaarrekening. Dus ik liep echt wel het risico om gewoon alles wat ik heb kwijt te raken. Ondertussen was dat inloggen proces was afgerond, maar het was mislukt. Dus er stond inloggen mislukt. Dus dan had ik nog heel even een moment dat ik dacht... ik ben door het oog van de naald gegaan, het is niet gelukt. Maar goed, ik had er nog steeds niet een goed gevoel bij. En toen heb ik uiteindelijk bedacht... Wat kan ik nu eigenlijk doen? En toen ben ik 3 keer verkeerd gaan inloggen, zodat mijn rekening blokkeerde. En ik heb van mijn app van mijn telefoon afgehaald. Je hebt zelf je kon op die manier rekening. Dat was de enige manier waarop ik mijn rekening kon blokkeren. Maar ik wist dus niet zeker of ik echt gescamd was. Of gefiched. Ik weet niet hoe je dat dan zo noemt. Ik wist het niet zeker. Ik riskeerde dus eigenlijk ook dat ik daarmee dus een paar dagen niet bij mijn rekening zou kunnen. Maar ik had toch zoiets van. Better safe than sorry. Dus dat heb ik gedaan. En toen de volgende ochtend, echt de allereerste minuut dat de bank open was... werd ik gebeld door de fraudeafdeling van Triodos. En die hadden dus eigenlijk ook al heel goed gehandeld... in de zin dat zij een afwijkende transactie hadden tegengehouden. Uiteindelijk is het goed afgelopen. Er is geen euro kwijt. Maar dat kwam wel door toch ook wel even heel snel handelen. En dat ik dus toch ook bleef denken, het zit niet helemaal goed. Want ik had mijn ouders ook gebeld. Die zeiden, oh, maar er staat inlog is mislukt. Dan is het wel oké. Dus er waren een paar alarmbelmomenten... waar ik toen gewoon in een moment van zwakte niet naar geluisterd heb. Gelukkig is het goed afgelopen, maar het had ook heel anders kunnen zijn. Ik ben blij dat dat in ieder geval niet het geval is. Ja, ik maar ook. Het frappante is dus, waar ik blij ben dat je hierover wil vertellen... is, jij houdt je vaak met dit soort onderwerpen bezig. Ja, ik ben er ook best wel heel bewust van. En ook als ik in nieuwsberichten dingen langs zie komen... denk ik altijd, de ouders en de opa's en oma's van deze wereld... Die hebben het maar zwaar, zeker in de coronatijd... waarin het nog erg is geworden. Maar nu was ik het zelf. Dus het kan ook iemand gebeuren... die helemaal niet zo'n digibeet of onwetend is over dit soort thematiek. En heb je, waar zou je in de toekomst, wat zou je willen, welke hulp wel voorhanden was geweest? Ik vond het zelf best wel gek dat ik dat noodnummer belde en dat ik iemand aan de telefoon kreeg die alleen maar iets over bankpassen kon doen. Vond ik zelf best wel vreemd, aangezien het niet echt iets nieuws is, het internet bankieren. Dus het had mij eigenlijk wel logischer geleken als daar al een soort protocol voor zou zijn geweest. Mm-hmm. Dat is er één. Tegelijkertijd ben ik heel erg blij met hoe mijn bank heeft gereageerd. Dus dat ze het ook gewoon gelijk hadden geblokkeerd, die transactie. Dus dat, weet je, dat was heel fijn. Ik vond het wel moeilijk dat ik ze niet kon bereiken. Maar goed, op deze manier was het toch, was er eigenlijk toch zorg. Alleen had ik dat op dat moment niet door. Dus ik heb wel even een nacht in zorgen gelegen. Ja. Ik heb aangifte gedaan, dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben ook echt het IP-adres kunnen achterhalen. Dus misschien is er zelfs nog wel een kans dat ze gevonden worden. Dus ik ben heel benieuwd wat de politie er verder ook nog mee gaat doen. En in hoeverre de verschillende elementen die zowel dan de bank als ik heb kunnen toevoegen aan het verhaal. Of dat dan helpt in het opspeuren. Dat gaan we nog zien. Ja. Dankjewel dat je dit wilde vertellen. Ja, tuurlijk. Charlie Fiedeldijk-Dop, programmamaker. En gedupeerde Amsterdammer, helaas, maar gelukkig is het goed gekomen. Wij gaan verder, want we hebben nog het
zoektocht naar hoe kunnen we ons weerbaarder maken. Nou, Charlie heeft zich al weerbaar geweerd tegen wat op eraf kwam. Is dit herkenbaar voor jou, dit soort verhalen? Ja, zeker. En wat ik een beetje beangstigend vind, is de casus zelf. Hè? Want ik weet dat Woningnet een jaar geleden of zo zijn systematiek heeft veranderd. Hè? Waar inderdaad alle Amsterdammers iets moesten doen om zich opnieuw in te schrijven of hun systeem aan te passen. Laat ik het zo maar zeggen. Hè? Dus het systeem ging op de helling. Daar heeft Woningnet toen ook over gecommuniceerd. Dus dit bericht sluit daar feilloos bij aan. En zeker als je dan onder druk wordt gezet van let op, dit vandaag is de laatste dag. Als je nu niet de boel omzet, dan ben je je inschrijfduur kwijt. En dan kun je over 10 jaar weer opnieuw beginnen met inschrijven voor een woning. Ja, die druk is natuurlijk enorm voor een woningzoekende. Hè? Dus dat is ongelooflijk slim opgezet en daar goed over nagedacht. En dat is nou juist waar dit soort bedrijven of criminelen gebruik van maken. Heel veel druk zetten. Dus dat is een van de manieren waarop je dit kunt achterhalen. Als er opeens heel veel druk op je wordt gezet in zo'n bericht, ja, dat is nooit goed. Hè? Dan eigenlijk kun je dan ruiken dat dit gewoon niet goed is en dat dit niet correct is. Hè? Maar ik denk, iedereen had hierin kunnen trappen. Dus wat dat betreft, we blijven allemaal mensen en we maken allemaal fouten. Hè? Ja, maar je wordt wel heel paranoia van. Ja. Ik weet ook nog dat toen ik werd gebeld door Triodos, ik was heel opgelucht dat ik ze aan de telefoon had. Ja. En zo halverwege het gesprek, toen ze gingen natuurlijk allemaal gegevens vragen om de check te doen of ik het wel echt was. En op een gegeven moment dacht ik, hoe weet ik eigenlijk dat zij wel echt Triodos zijn? Klopt. Heb je het nummer gebeld? Ja, want ik werd gebeld door een anoniem nummer. Of nee, ik werd gebeld door een nummer wat ik niet kende. Dus ik heb het ook echt gevraagd. Ik zei, maar hoe weet ik nu eigenlijk dat jullie Triodos zijn? En dat ik niet nog een keer gescamd word? Toen zeiden ze dat dus ook nog heel vaak gebeurt. Ja. Dat je dus zogenaamd door de fraudedienst gebeld wordt. En op dan eigenlijk nogmaals opgelicht wordt. Ja. Het is... Ja, ze zijn geniepig. Ja. Nee, je wordt een beetje paranoia. Vorige week hadden we een casus binnen de gemeente dat een aantal mensen was benaderd door een uitgeverij aanbiedingen deden voor bepaalde abonnementen. En omdat meerdere mensen tegelijkertijd waren gespamd, zou ik maar zeggen, met zo'n aanbieding, was er toch een klein beetje zorg, paniek. Is dit phishing? Nou, dat is op de bodem uitgezocht. En het bleek inderdaad een normale commerciële actie van die uitgeverij te zijn om inderdaad mensen een aanbieding te doen. Maar je merkte dat heel veel opzien baart, zeg maar, als meerdere mensen tegelijkertijd ook zo'n bericht binnenkrijgen binnen één organisatie. Ja, dan valt dus het op. Ja, dus we worden een klein beetje paranoia hier door dit soort ontwikkelen. Dat klopt. Ja. Marion, hoe kunnen we hier weerbaarder worden? Wat kunnen wij nou doen om hier bewuster van te zijn dat dit op ons afkomt? En hoe had Charlie hiermee om moeten gaan? Ik denk dat het belangrijkste is wat Charlie nu al zegt en dat ze hier ziet. Dat ze laat zien dat het iedereen kan overkomen. Want wat ik in het begin zei, wij zijn mensen en we willen ergens op inspelen, andere mensen helpen. En dat is gewoon onze natuur. Als je zegt van, wat kan ik zoveel mogelijk doen om hier tegen te gaan, dan is het een stukje van, hou altijd je beveiligingscodes en dat soort zaken geheim en deel die niet. Dus ook bijvoorbeeld als je wordt opgebeld door iemand, een bankmedewerker zal nooit naar jouw codes vragen. Dat is een heel belangrijk punt als het gaat om spoofing. In het geval van phishing, probeer gewoon zoveel mogelijk kenmerken te checken. Dus wat voor link is het? Gaat het wel naar mijn eigen omgeving van mijn bank? Wat is de afzender van het e-mailadres? Dus niet alleen het afzendadres wat iedereen kan namaken, maar ook echt daarachter. Wat is het domein wat wordt gebruikt? Dat zijn een aantal zaken. Maar het gaat er inderdaad niet meer om. Zit er een spellingsfout in of ziet het er wel legitiem uit? Want ja, alles wordt nagedaan, logo, huisstijl. Of ze pakken gewoon de laatste e-mail die legitiem is verstuurd door een bedrijf en veranderen daar één klein zinnetje in. Dat zijn niet meer de zaken waar je op kan letten. Het enige waar je op kan letten is echt de link en een stukje van de afzender. En verwacht je communicatie niet, klik er natuurlijk niet op. Ja. Maar hebben we dan ook wel genoemde tools in handen? Is er voldoende om dit goed te bestrijden? Of zijn er meer hulpmiddelen nodig?
Ik heb bijvoorbeeld een vraag binnen van Fred. Die is eigenlijk een marker, maar die zei eigenlijk allemaal. Stel, Charlie had de servicepunt van de gemeente gebeld. Wat had ik dan moeten antwoorden? Maar ik kan ook zeggen, nou ja, als die meneer die tegen Charlie had gezegd van, nou ja, probeer geld over te boeken. Hoe moet je handelen, ook als je daar niet direct, en dus niet van de service of van de anti-fraudedienst van de bank bent? Wat kan je dan, zijn het de juiste soort van dingen? Je bedoelt nadat je hebt geklikt, ja, wat zoals, je dan moet doen? Ja, dus de vraag. Nou, bijvoorbeeld stel dat je erachter komt. Hè, een van de trucjes is inderdaad, ze willen zo vaak zoveel mogelijk van die unieke codes genereren. Dus inderdaad, als het de eerste keer is mislukt en je krijgt dan al een raar gevoel, stop dan inderdaad. Want als je het een tweede keer gaat doen en een derde keer, dan geef je eigenlijk nog meer inlogpogingen cadeau aan die crimineel op jouw rekening. Ja. Dus elke keer als dat gebeurt, dan creëer je dus een code. Dat wist ik niet. En dat betekent dus dat je extra vaak erin kan. Dus het is heel erg bewust dat Charlie niet erin mocht. Ja, want om bepaalde bijvoorbeeld limieten te verhogen of iets te overboeken naar een andere rekening, zul je weer een extra code, een extra obstakel komt die dief dan tegen. En als jij continu je codes in blijft voeren, dan geef je eigenlijk, hou je de deur tot je rekening continu open. En Marco, want letterlijk de vraag dus van Fred. Stel, Charlie had het servicepunt dus 14020, neem ik aan, van de gemeente gebeld. Wat had ik dan moeten antwoorden? Ik neem aan dat Fred daar werkt. Nou ja, het servicepunt van de gemeente kan weinig doen aan bankfraude natuurlijk. Hè? Dus, dus daar zal het servicepunt moeten verwijzen naar algemene richtlijnen die we daar intern voor hebben. En verder, neem contact op met je bank en ga daar naartoe. Hè? Ja. De bank heeft natuurlijk zijn eigen richtlijnen over hoe je dan als klant kunt handelen. Dus maar dus wat Marion zegt, is eigenlijk diezelfde dingen herhalen en gewoon zo snel mogelijk naar de bank toe. Ja. Zorg dat dingen gestopt worden. Ja, zeker. Want wat ik zei, gaat natuurlijk op het moment zelf. En wij zijn 24 uur bereikbaar met onze fraude helpdesk door de week. En ook in het weekend om dit soort dingen inderdaad te doen. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat die medewerker kan de rekening dan bevriezen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling, never, nooit, niet, dat jij zelf bedragen overboekt. Oké. Okay. Nou, dat was in dit geval van Charlie wel overkomen, maar dan heb je verschillende banken, verschillend beleid waarschijnlijk. Andere openingstijden, denk ik. Andere openingstijden, maar bedankt Charlie. En fijn dat je dit met ons wilde delen. Ja. Ik wou misschien als ik nog één ding mag zeggen. Ik denk dat wat misschien wel zou kunnen helpen is, er wordt wat mij betreft op zich best wel veel aandacht gegeven in dat mensen bewust zijn van het feit dat het gebeurt. Maar ik had dus heel veel moeite om de informatie te vinden van wat je moet doen als je al een stap te ver bent gegaan. Ja. Dus wat net wordt gezegd, hè, van je moet niet elke keer dan opnieuw gaan inloggen. Dat is al een fijne, maar ook waar kan je terecht, wat moet je doen? Ja. Als je wel dus eigenlijk al te ver bent gegaan, die informatie was voor mij niet zo makkelijk te vinden. Dus ik wist wel dat het kon gebeuren, maar toen het eenmaal gebeurde, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik vervolgens moest doen. Veel dank. Ja. Ja, Fred geeft overigens achter dat hij werkt voor 1520. Dat nummer ken ik niet, want het is niet voor burgers. Dat gaat over interne collega's die bellen voor hulp. Blijkbaar dus dat verklaart dat het een ander protocol is. Hebben we dan genoeg, eigenlijk jullie alle vier, van hebben we dan... We hebben dus voldoende middelen om ons weerbaarder te maken hiertegen. Maar dan gaat het dan om hoe we het inzetten. Is het zo simpel? Nou ja, als ik mag beginnen is... wat ik heel mooi vond aan het verhaal wat net verteld was... is dat je te maken hebt met iemand die qua... laat zeggen, het al door heeft. Dus die heeft al een bepaalde gevoel van... hier klopt iets niet aan. En dan Charlie had ook kunnen denken... mijn bank heeft gewoon een fout gemaakt. Ik moet het later nog een keer proberen. Precies. Dan heb je dus al die extra inlogpogingen. Ja, precies. Ik bedoel, toen ik net ook hoorde dat zij proactief zelf 3 keer haar foute code invoerde. was het maar zo dat al onze 20.000 medewerkers al op dat niveau waren om dat ook te doen. Want dan ben je al echt wel een stap verder. Namelijk dat je proactief zelf te raden gaat. Hey, wat kan ik doen als ik
ben ingegaan op iets wat qua urgentie mij gelokt heeft om mijn gegevens achter te laten, dan wel it's good to be true. Hè? Dat zijn vaak de twee zaken. Dus een aanbieding waarvan je zegt, nou, als ik nu niet klik, dan is het te laat. Je moet nu klikken, want dan krijg je een robot van 1000 euro. Ja, precies. En nou, ik vind het heel mooi dat de dame van net zo ver al was dat ze dat besef had. Ik moet heel snel dan wel informatie gaan raadplegen, want dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Ja. Ja, nou, wat ik nog interessanter vind, ons servicepunt is volgens mij elke dag tot 6 uur geopend. Dus als er 's avonds zoiets gebeurt met iemand binnen de gemeente, is het even de goede vraag van wat kan iemand op dat moment dan doen? Wat kan iemand nu doen? Ik denk dat je eigenlijk moet wachten tot de volgende dag, tot het servicepunt open gaat om 7 uur 's ochtends, om dan daar de melding te doen. Hè? Ja. Wat je ziet, dat is zeker zo. Hè. Dus we hebben ondersteuning tijdens kantoortijden en vaak net erbuiten. Ja. Maar we leven in een 24-uurs maatschappij. Ja. Hè. Dus ook 's avonds of 's nachts en helemaal vanwege de coronapandemie werken we ook op hele aparte tijden. Kan je vaak met betrekking tot jouw vraag pas de volgende werkdag. Uh-huh. Wat we wel hebben is natuurlijk infrastructureel technisch gezien hebben we natuurlijk wel het een en ander wat we monitoren. Hè. Dus verkeer wat we normaal gesproken niet zien of bepaalde verzoeken, et cetera. Dat wordt dan dus ook vanuit onze ketenpartner die ik helemaal in het begin noemde, wordt dat goed in de gaten gehaald. Maar dat betekent dus dat we moeten wachten. Stel, ik werk voor de gemeente. U werkt niet voor de gemeente. Maar stel, ik werk voor de gemeente dan en ik heb een groot project dat ik af moet maken. Daardoor log ik 's avonds in. Uh-huh. En ik maak een fout. Nou, we hebben net gezien dat soort fouten heel veel kunnen gebeuren. En makkelijk kunnen gebeuren. Maar dat betekent dan dat ik, als dat vrijdagavond gebeurt, dan moet wachten tot maandag 7 uur. Nee, of ik moet geluk hebben dat die ketenpartners doorhebben dat er iets verkeerd gegaan is. Ja, zeker weten. Dus er is echt wel iets van proactieve monitoring. Ja, en daardoor gaan gewoon alarmbellen af en worden aparte processen opgetuigd, dan wel geactiveerd. Maar kan je vertellen, wat gebeurt er dan? Nou, dat gaat echt, er zijn grote schermen die bij onze ketenpartners die monitoren wat voor verkeer 24-7 via ons netwerk plaatsvinden. En is dat dan, Pietje logt in op een IP-adres wat niet te verwachten is? Of gaat het dieper? Ja, onder andere. Hè, dus stel bijvoorbeeld, wij krijgen een phishing-mail. Ja. Die wordt vaak niet naar één collega, maar naar meerdere, of vaak naar een groep uitgestuurd. Die komt misschien wel aan. Maar in onze monitoring, bij onze ketenpartners of zelf in onze monitoring, zien we dan al, dit is iets, er is een mail uitgegaan. Dat is geen normale mail. Ja. Dus er wordt al vaak bepaalde processen geactiveerd. Die maken dat zo'n mail onbruikbaar gemaakt wordt of die link niet werkt. Ja, klopt. Dus er wordt inderdaad gekeken naar de aard van het verkeer. Ja. En ook naar de hoeveelheid verkeer. Precies. Wat we een jaar of 3-4 geleden hebben meegemaakt, dat zeg maar de eerste phishing mail ooit, denk ik, zo'n beetje binnenkwam. En iemand klikte erop. Ging die mailbox meteen honderdduizenden mails versturen, 's nachts. Ja. Nou, dat is niet gebruikelijk dat iemand honderdduizenden mails 's nachts gaat versturen. Precies. Dus op dat moment viel dat op. Dus toen is meteen actief die mailbox geblokkeerd. Van die zetten we even uit. Ja. Zodat je daar inderdaad onderzoek naar kunt doen. Wat is er aan de hand met die mailbox van die bewuste gebruiker? Dus daarmee kun je inderdaad voorkomen dat de ene gebruiker de volgende gebruiker gaat besmetten enzovoorts. Dat je een soort kettingreactie krijgt. Want dat het punt is wat Charlie maakt. Ik ga meteen mijn rekening blokkeren. Hmm. Dat heb ik ook op mijn smartphone. Hmm. Als ik 10 keer de verkeerde code intoets, dan wordt mijn hele smartphone gewist. Ja. Heel irritant. En ik kan op afstand het ding wisselen. En dat is echt helemaal niet prettig, want dan moet je alles weer opnieuw instellen. Mm. Maar dat is minder erg dan iets kwijtmaakt. Is dat dan ook het advies naar als er zoiets gebeurt en ik kom het op zo'n, stel ik werk voor de gemeente en het overkomt mij op zo'n moment, om dat zelf ook de boel te blokkeren? Of Ja, dat is, mijn advies zou zijn, ga goed te raden in dat je onderdeel bent van een keten. Ja. He, dus zoals Charlie net aangaf, haar spaarrekening is gekoppeld aan haar bankrekening. Ja. En haar telefoon, daar staat die spaarrekening op. En daar staat die bankrekening op. Dus op het moment dat zij geen actie onderneemt, kan het misschien wel, laten we zeggen, mochten het zoekundige features zijn, als ik het zo mag zeggen, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben voor
meerdere onderdelen op haar toestel bijvoorbeeld. Ja. Dus dan hebben we liever dat je op dat moment de nadelige effecten ondervindt van niet kunnen mailen of geen toegang kunnen hebben tot je werkomgeving. Dan dat je het risico loopt dat je meerdere medewerkers of een grotere onderdeel van die omgeving laat infecteren. Ja, duidelijk. Ik zeg alvast richting de regie, want we gaan bijna aan het einde van het programma. Dat Joshua Sharoudi komt zo meteen aan tafel zitten, maar je bent zo van harte welkom. Maar het wel even zorgen dat het tafel hier schoongemaakt wordt. Dus dat fijn is iemand dat zou kunnen doen. En ik ga nog even naar de Zoom-sprekers. Hebben we iets over het hoofd gezien? Want ze hebben natuurlijk intern bij de gemeente nu bekeken wat er allemaal kan gebeuren met beveiliging. Hoe is dat bij jullie? Hebben jullie vergelijkbare procedures intern om snel aan de bel te kunnen trekken? Want gelukkig, Marion gaf jij al aan dat in ieder geval bij de ABN 24 uur per dag zo'n fraudedesk bereikbaar is. Is dat dan ook intern het geval bij jullie? Ja, we hebben alles 24 uur en overal zit beveiliging op inderdaad. Dus we hebben een security incident center en die monitoren dat soort zaken. Dus als er iets gebeurt op laptops, op onze mobiele telefoons, wat dan ook. En bij Martijn, is dat bij jullie hetzelfde? Dat is waarschijnlijk niet helemaal hetzelfde, maar het soortgelijk. We hebben een Computer Emergency Response Team, een CERT. Ja. Dat is een groep specialisten die zijn 24/7 bereikbaar. Die kijken ook proactief naar de wereld. Wat voor dreigingen zijn er? Die staan ook in contact met andere instellingen in Nederland. Hè? Hoger onderwijsinstellingen, universiteiten, hogescholen. Onder SURF. En daar wisselen ze ook als er bijvoorbeeld één instelling een spam golf over zich heen krijgt, delen ze die informatie met alle andere instellingen. Dus dat ze weten van oké, bij instelling X hebben ze een hele hoop spamberichten gekregen. Let op die en die spamberichten in de mailboxen. En klik daar niet op bijvoorbeeld. Dus dat je vroeger kan detecteren wat er aan de hand is. Duidelijk. En een laatste vraag eigenlijk voor vandaag is de vraag, wiens verantwoordelijkheid is het nou al? Ik stelde diezelfde vraag aan de specialist van de politie. Maar voor jullie, dan begin ik eigenlijk wel meteen maar met jou, Martijn. Wiens verantwoordelijkheid is het nu om op te gaan letten? Is er iemand specifiek een bepaald soort rol waar je extra aandacht aan moet geven? Nou, ik denk dat het gezamenlijk is. Ik denk dat de persoon zelf die is verantwoordelijk. Kijk, wij hebben natuurlijk niet te maken met financiële transacties. Maar ik denk dat elke gebruiker van een middel, die krijgt wel de mededeling mee. Ga voorzichtig om. Hè? Wees bewust van wat je doet. Let daar op en klik ook niet zomaar op allerlei linkjes. En tegelijkertijd heeft de organisatie volgens mij ook een bepaalde zorgplicht. Dus de organisatie moet ook zorgen dat er overduidelijke spamberichten die in de mailboxen landen, dat die gefilterd worden en dat die herkend worden. Dus het ligt op twee vlakken, denk ik. En Marion, hoe zit het bij jullie? Hoe kijken jullie ernaar? Het is zeker verantwoordelijkheid van iedereen. Kijk, wij als bank kunnen gewoon niet alles tegenhouden. Hè, zie je het als dat je ergens je brandverzekering tegenhoudt. En als jij dan een heleboel open fikkies in je huis gaat stoken. Ja, hè, wiens verantwoordelijkheid is het dan nog? Logisch. Dus het is van ons allemaal. De overheid, jouzelf en de banken. En wat mij betreft een hele belangrijke partner die vorig jaar meer actief is geworden, zijn de telecompartijen. Ja. En, want al die berichtgeving, die krijg je binnen via jouw KPN, via jouw Ziggo, Vodafone, et cetera. En zij hebben sinds vorig jaar ook echt stappen gezet om dat meer te beveiligen in samenwerking met ons. En zo, in die coöperatie, zo moeten we in 2021 verder. Dus je bent het eens met de specialist van de politie die zegt dat telecombedrijven in dat opzicht ook beveiligingsbedrijven zijn geworden? Ja. Ja, zij zorgen er natuurlijk voor dat die sms ook bij jou binnenkomt. Of dat het telefoontje waarin iemand doet alsof het van de bank is. Ja, bedankt. En hier aan tafel. Elk bedrijf is een beveiligingsbedrijf geworden, zou ik haast willen zeggen. Ook gemeenten. Ja. We hebben in Nederland 350. Maar toch is de KPN en de Vodafone en T-Mobile, bijvoorbeeld de Rabobank en de ABN. Die vertrouw ik meer toe. Dus hebben wat dat betreft een hogere verantwoordelijkheid. Net zoals de gemeente. Zeker. Bijvoorbeeld de Albert Heijn of de Dirk van den Broek. Ja,
Of ben ik dan naïef? Nou, kijk, dat soort partijen, dat zijn ook partijen waar wij als gemeente natuurlijk weer mee samenwerken. Wij werken ook met KPN of met T-Mobile of nou, noem maar dit soort partijen. Dus daar maken wij natuurlijk ook afspraken mee als gemeente. Omdat ze ook onze gegevens deels beheren en daar een taak in hebben. En misschien nog even aan te geven over het verhaal over zeg maar SURF en de partijen in het onderwijs. Ook in gemeenteland proberen we informatie uit te wisselen en kennis met elkaar te delen. Ja. We hebben in Nederland 350 gemeenten, groot en klein. En ook in die keten proberen we samen op te trekken en stappen te zetten. En veel voorkomende zaken met elkaar uit te wisselen. Om te voorkomen dat als er in Amsterdam iets gebeurt, dat in Rotterdam morgen ook kan gebeuren. Mm-hmm. Kennis uitwisselen. Ja, zeker. Dat herken je ook op de muziek. Ja, zeker weten. Kijk, wat ik nog wel wil aanvullen is, wij zijn natuurlijk als organisatie verantwoordelijk om het een en ander tegen te houden qua verkeer. Maar het begint ook bij elke individu om een stukje awareness te hebben. En daarin zijn wij verantwoordelijk als organisatie om die awareness te creëren. Maar elk individu is ook enigszins verantwoordelijk om op de juiste manier scherp te zijn op waar die wel op klikt en niet op klikt. Waar die wel of niet zijn gegevens achterlaat. Gewoon simpelweg bewustwording dat het kan gebeuren. Ja. Want inderdaad, weer het voorbeeld van Charlie, dat heeft haar gered, haar bewustwording. Ja, precies. Ja. Ik denk dat we de komende jaren nog veel meer aan bewustwording zullen gaan moeten doen. Ja. Want dit is nog lang niet klaar. Deze ontwikkeling gaat steeds verder. Het is in ieder geval een goed begin voor gemaakt om dat te doen. Ja. Joshua, je bent inmiddels aan tafel aangeschoven. Aan een schone tafel. En fijn dat dat kon. Mm-hmm. Jij bent initiatiefnemer onder andere. Je doet heel veel toffe dingen bij de gemeente Amsterdam. Je bent betrokken bij het innovatieteam van Chief Technology Officers. Van de gemeente Amsterdam. En je houdt je heel veel bezig met digitale veiligheid. Zeker. Ja, wij hebben als stad eigenlijk met z'n allen, juist om die collectieve, die weerbaarheid en ook daar als collectief in de keten ook actief op te gaan werken, hebben we een agenda digitale veiligheid. Ja. Dus we houden ons bezig over een 6-tal programmalijnen, uiteenlopend van de burger tot eigen huis op orde, waar Mark en Abdelmerjid verantwoordelijk voor zijn. Tot aan wat doet eigenlijk die online leefwereld? Wat betekent dat voor de weerbaarheid van kinderen, van jongeren, van ouders? De bewustwording, maar we kijken ook naar desinformatie. Het is een redelijk breed programma, maar ook redelijk nuttig. Want het is als een soort speldenprik. Gaat hij eigenlijk door een hele keten, door een hele klantreis heen. En dat maakt denk ik deze sessie ook wel heel erg interessant, met zowel de kennis vanuit corporates, maar overheid, maar ook ketenpartners. Zeker. En wij hebben vanuit programma Digitale Veiligheid hebben we meerdere keren samengewerkt op verschillende manieren. Dat ging over wat komt er van buiten op ons af, waar moeten we rekening mee houden met de grote dingen. Het ging ook over vreselijke begrip sextortion. Mm-hmm. Allerlei wijzen hoe wij weerbaar gemaakt moeten worden, maar ook wat op ons afkomt. En eigenlijk is dat een bottom line. Wat natuurlijk eigenlijk ook al bij de specialist zeiden van, het is dus niet meer, het internet is niet meer iets wat lieflijks is, maar het is dus iets wat doordrongen is op alle aspecten van ons leven. Het is echt een wezenlijk onderdeel van onze online leefwereld, onze samenleving. Hè? Het gaat van het virtuele naar het fysieke. En ik denk dat het ook echt de morele plicht is van de overheid, in dit geval de gemeente Amsterdam, ook vanuit de veiligheidsregiocontext, om te snappen wat daar gebeurt en wat dat betekent ook voor onze dienstverlening, onze processen, maar ook het waken over de veiligheid en ook over de assets in de stad en hoe dat met elkaar raakt. En heb jij in dit gesprek over phishing, is het je duidelijker geworden hoe we weerbaarder moeten worden tegen dit soort praktijken? Ja, wat ik mooi vind aan de discussie, gevolgd hebben we hier op afstand in een grote studio met vier man. Wat nog steeds niet als een gewenning voelt. Het is natuurlijk raar dat we hier, niet zoals 2 jaar geleden met 100 man, ook dit soort discussies voerden toen we aan het begin stonden van die agenda. Maar ja, Abdelmerjid gaf het ook aan, die 24-uurseconomie is erg belangrijk. Kunnen weten wat je moet doen, ik noem het dan even in een koude fase, maar ook in een warme fase. Charlie gaf het ook aan, ik heb ergens op geklikt, maar wat dan? Wat moet ik dan doen? Ja. Ik heb zelf van het weekend ook een soort gelijk situatie meegemaakt, dat ik iets in de winkel afrekende en dan, ik kon niet aan de pin betalen, omdat mijn creditcard niet aan de terminal werd geaccepteerd. Maar hij zei, joh, ik kan je ook via het systeem een order met betaling sturen en dan krijg je het gewoon netjes via de mail binnen. Dus ik klik daarop en ik werd gerouteerd naar de site van, in dit geval de Amerikaanse creditcardverstrekker, om geen naam te noemen. En uiteindelijk liep die betaling mis.
Dus ik kwam uiteindelijk op een foutmelding. Safari kan dit niet weergeven. Dus dan denk ik, dit kan toch geen phishing zijn? Ik sta letterlijk naast, niet naast, maar op afstand van de verkoper die dat klikt. Het komt dan binnen. En ik kwam een tweestapsverificatie. Ik kwam een autorisatiecode binnen van de bank. En uiteindelijk lukt het niet. En ik dacht, weet je wat? Ik bel ze. En dan kom je in een heel geautomatiseerd gesprek. Hè. Geef aan waar je over wilt bellen. En dan moet je dat dan inspreken. En dan 12 stappen later, wij zijn gesloten. En dan denk ik, dat kan toch niet? Ik bedoel, we leven in een online fysieke wereld waar we 40 uur per dag dingen kunnen aanschaffen. Bestel voor 12 en de volgende dag geleverd. Dus het is natuurlijk heel gek dat jullie de hele keten niet, op het moment dat je hulp nodig hebt, dat je dat kunt krijgen. Mm-hmm. Ja, en dat je nog een keer overkwam laatst. Ja, ik stel me kwetsbaar op. Dus wat dat betreft, ga voorzichtig met me om. Ja, zonder dat wij het doorhouden, ook als Taskforce Agenda Digitale Veiligheid. We hebben een jong, fris team van jongens en meisjes die daar continu mee bezig zijn. En zo werken we ook nauw samen met andere partijen, andere gemeenten. Maar ook vooral de ministeries. En samen met het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zijn we eigenlijk, zonder dat ik het doorhad, zijn we onderdeel geworden van een studie van de Hogeschool Saxion. En waar ging het eigenlijk om? Ze deden een proef naar wat ze de optimism bias noemen. Een cognitieve bias. En dat wil eigenlijk zeggen dat, ook al ben je bewust van de risico's, jij denkt, hij of zij denkt, dat zal mij niet overkomen. Mm-hmm. Dat zie je over het algemeen vaak ook bij rokers. Nee, longkanker, dat heb ik niet. Dat zal ik ook nooit krijgen. En dat zie je natuurlijk ook tijdens de coronacrisis. De ander en bij mij overkomt niet. En ik kreeg een mail binnen van de directeur. Dat is een bekende naam, een bekende mailformat, zag er allemaal heel goed uit. En het ging over van jongens, we hebben ook gezien de crisis, hebben we nog meer aandacht nodig voor dit onderwerp om dat te digitaliseren. Dus er is geld beschikbaar. Klik hier. Ja, altijd goed. Klik hier, daar ging je al. Dus ik dacht, ik had dat gescand vanaf mijn smartphone. Dus ik las het. Terecht initiatief, de context klopte. Ja. En ik stuurde het mailtje door naar het team van jongens, laten we hier naar kijken en eventueel een follow-up doen. Wat daar goed in ging, wat dat betreft het proces, is dat degene die de follow-up deed niet op de link klikte per se, maar een nieuwe mail stuurde naar ons contactpersoon van goh, die mail komt binnen en kunnen we erover hebben. We voelen ons achteraf een klein beetje het sukkeltje, want we hebben daadwerkelijk een uur intern met 6 collega's hebben vergaderd over de mogelijkheden van dat geld wat nooit zal komen. Dus Axel, dank je wel als je aan het kijken bent. Maar het was natuurlijk best wel gekkigheid, want ook een bruggetje naar een uitzending van volgende maand. Kijk, het vertrouwen en het wantrouwen wat je hebt met dit soort dingen, op het moment dat het je overkomt, en Charlie denken, ik geloof het niet meer. Als Waternet of mijn wooncorporatie nu een mailtje stuurt van dat zal wel. Maar uiteindelijk vind ik het een beetje een soort contradictie van de online leefwereld, de social media, de platformen die nu allemaal mega hot in happening zijn met een enorme bereikbaarheid. Daar zit ook bepaalde transparantie in. Hè? Mensen delen alles online, maar dat is tegelijkertijd ook allemaal voedingsstoffen voor de hackers die dit gebruiken. Dus de context waar ik in geloofde, waardoor ik dacht, dit overkomt mij niet. Ik zet ook een hoop op LinkedIn. En er staat ook wie ik ben en met wie ik praat en dat ik dit organiseer. Dus ik ben wat dat betreft een easy target. Dus wat krijg je op het moment dat ik hier een soort wantrouwen heb? Ik ga niks meer delen. Maar dan stopt zeg maar ook mijn de kennisbundeling en de bereikbaarheid ervan en de deling ervan. Dus ik vind het best wel lastig onderwerp. Samen inderdaad met kennis delen en kennis vergroten. De volgende keer is op 31 mei. Om dan een half uurtje later om 1:30. Yes. Weer 90 minuten. En dan is inderdaad over vertrouwen in de digitale wereld. Ben benieuwd. Dank je wel voor nu in ieder geval. Dank jullie wel voor de aanwezigheid. En dank jullie wel voor het kijken. We hebben gesproken met Marco van Beek, Chief Information Security Officer van de gemeente Amsterdam. We hebben gesproken met Abdulmajid, Bozia, directeur ICT bij de gemeente Amsterdam. Met Marion Leggedoor, Product Owner Anti-Phishing bij de ABN AMRO Bank. Met Martijn de Hamer en hij is functionaris gegevensbescherming van de Hogeschool van Amsterdam. Met Charlie Fiedeldij, Dop Amsterdammer. En met Joshua Serraal en hij is van het innovatieteam, maar vooral initiatief van dit programma. Ook met jullie dank voor alle vragen die gestuurd hebben. En ook uiteraard dank aan de specialist cybercrime van de politie, eenheid Amsterdam, dat die zo open hierover wilde vertellen. Hopelijk gaan we naar een wereld waar al dit soort gekke trucken niet nodig zijn en dat we gewoon iemand hier aan tafel kunnen hebben. En hopelijk hebben jullie veel geleerd daarvoor. Dank jullie wel voor het kijken. Graag tot volgende maand en tot ziens. Dag.